Ik ben ook enorm trots dat we hier nu samen zitten in het Sven Nys Cycling Center. En eigenlijk is dit ontstaan eerst bij mezelf. In juni is er kanker vastgesteld. Ik heb van dag 1, het moment dat ik de diagnose had, de moed niet laten zakken en ik had een objectief gesteld. Ik wou beter worden dan vroeger. En ik had een objectief gesteld om in april 2015 naar Mallorca te gaan. Ik had een droom. En in 2017 had ik een idee om de sector samen te brengen in Mallorca. En ik wou eigenlijk de energie die ik gekregen had van dat eiland meegeven. En dat is ook gebeurd. In februari dit jaar zijn we met 14 mensen naar Mallorca gegaan. En eigenlijk een opzet, het idee was samen fietsen. Ik heb daar een heel mooi gevoel aan over. En ik dacht, als we dit in 2018 terug doen, dan moeten we daar een mooi project van maken. En nu is het zover. 2018, van 20 tot 24 februari, gaan we fietsen voor en tegen kanker. Het objectief was om €20.000 op te halen met deze fantastische groep. En we zijn nog niet aan het fietsen en we hebben al meer dan €12.000. Dus het zit in de goede richting. Ik hoop dat we die cheque kunnen overhandigen aan de Stichting Tegen Kanker. Want daar draait het allemaal om. Ik zou zeggen, train nog hard, want februari komt heel snel. Aan de goed getrainde mannen doen we nu een plezier. Rijdt Sven er dan niet van de eerste dag af, oké? Dankjewel.